Barack Obama was gisteravond in de Ziggo Dome. Ik was er zelf niet bij. Ik kon wel. Yes, I could. En voor wat euro's had hij er ook aanwezig bij kunnen zijn. Want vooraf was al aangegeven dat het niet was uitverkocht. Ik begon mezelf zorgen te maken toen ik hoorde... dat Barack Obama smiddags had geluncht bij een restaurant in Noordbeemster. Ik bedoel, ik probeer ook wel eens goedkoop een hapje te eten. Alleen daar rijd ik niet voor om en al helemaal niet richting Permanent. Maar Ob Obama let op de kleintjes. En zo was hij te vinden in restaurant 1614... Eigenlijk heet het restaurant niet Restaurant 1614, maar omdat je geen reclame mag maken bij de NPO, heb ik twee jaar bij de restaurantnaam opgeteld. Onvindbaar is het echter niet, want in noord Beemster hebben ze 610 inwoners en dit is het enige restaurant. Voordat Barack Obama het restaurant binnenging, was de bekendste persoon die ooit in dit etablissement was geweest, een deelnemer van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. En daar zat hij nu ineens, in dit boerengehucht, een voormalig president van de Verenigde Staten die ook nog zwart is. Twee eigenschappen die ze zelden zien in noord Beemster. Er waren wat lokale boeren die verderop in het restaurant bij binnenkomst van Obama gelijk zenuwachtig om zich heen begonnen te kijken en vol spanning naar de deur keken in de hoop dat Caroline van der Plas ook zou binnenkomen. Na een lunch met Mark Rutte en Frans Timmermans... zet Caroline van der Plas namelijk hoog in. Maar uiteindelijk was het slechts Barack Obama. The man, the myth, the legend. Dat was zijn aankondiging in de Ziggo Dome. Waarschijnlijk ben ik daar iets te nuchter voor... maar zo'n aankondiging valt bij mij niet goed. The man, the myth, the legend... dat vind ik in principe altijd mis, misplaatst om over jezelf te zeggen. Tenzij het ironisch bedoelt. Bijvoorbeeld als je als man veel te vroeg klaarkomt tijdens de seks... of een propje papier naast de prullenbak gooit. Als je dan opstaat en met je arm... In je zij zegt: The man, the myth, the legend. Dan kan ik dat waarderen. Ieder ander moment moet je deze woorden mijden. Amerikaanse pre presidenten hebben er een handje van om na hun presidentschap van hun familienaam een dynastie te willen maken. En wat je daarvoor nodig schijnt te hebben, is een zekere mate van zelfverheerlijking. In de familie Kennedy had Obama een goede voorganger, in Trump een goed metgezel. Zoals wij één koninklijke familie hebben, hebben Amerikanen er eigenlijk nu vier: namelijk de Kennedy's, de Trumps, de Obama's en de Kardashians. Maar als adoratie vanuit iemand zelf wordt voorgedragen. Dan hoeft het voor mij even niet. Wat niet wegneemt, dat ik alle vier deze Amerikaanse royalties graag een keer zou willen ontmoeten. Kim Kardashian laat ik graag Noord Beam's te zien. Voorsorterend op mijn date met Kim heb ik gisteravond alvast de Google recensie van restaurant 1614 erbij gepakt. En in deze Google recensies was de laatste recensie, en ik citeer: "I ate with some family friends and a lot of security people in this place, and the food was amazing. Best goat cheese salad in the Pura area." Afzender Barack Obama. Wat een legend. Obama weet zelfs dat Pura straattaal is voor permanent. Je zou bijna denken dat iemand anders de recensie voor me heeft geschreven. En dat is ook zo. Ik heb de recensie geschreven. Een recensie die vrijwel direct door Google werd verwijderd. Maar on ondertussen staat de Google-recensie er weer op. De tekst heb ik hetzelfde gelaten. Ik heb alleen de afzender veranderd van Barack Obama in The Man, The Myth, The Legend, Stefan Pop. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.